Eindelijk weer eens het weekjournaal. Want onze cameraman die was de afgelopen 2-3 weken toch behoorlijk druk met andere zaken. Maar het is nu eindelijk voor elkaar. En heel erg lang opgewacht. Maar we gaan het derde elftal van DVS 33 aandacht geven. Want er staat wat te gebeuren. Naast mij Wesley. Wesley Engels. Ja, hoi. Hoi. Hey Wesley, wat staat er allemaal te gebeuren dit seizoen? Nou, als het zo doorgaat, dan maken we grote kans om kampioen te worden. Dus, dat is ongelooflijk, hè? Na een teleurstellend jaar als verleden jaar. Ik heb begrepen dat je verleden jaar zo nu en dan inviel als A2-speler. Ja, vorig jaar zat ik nog in de junioren. En toen had de derde vrij weinig man. Dus toen moest ik af en toe invallen en dan deed ik mee. Het was niet het beste seizoen voor de derde, maar het gaat nu veel beter. Toen jij in de A2 zat, toen hing je zeg maar tegen de A1. Heb je ook wel eens ingevallen in de A1 of niet? Nee. Ik heb voor de A2 heb ik 2 jaar niet gevoetbald. Dus dat was voor mij de afgelopen jaren weer een beetje wennen geweest eigenlijk. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk dit jaar wel genieten. Zit je echt constant in de basis? Nee, dat niet. Het is voor relatie met een aantal spelers die af en toe met een ander team mee moeten. Want we krijgen regelmatig ook spelers vanuit de tweede mee. En die moeten sowieso in de basis starten. Dus daar wordt rekening mee gehouden. Komt het door die spelers van het tweede of door de begeleiding dat jullie dit jaar zo allemachtig goed presteren? Door de begeleiding weet ik niet. Kijk maar naar de trainers. Alles loopt gewoon lekker. De groep kent elkaar goed. Die spelen al heel lang samen allemaal. Met de meeste jongens heb ik in de A'tjes ook al gevoetbald. En natuurlijk de aanvulling vanuit de tweede met een aantal ervaren spelers, dat helpt zeker mee. Is dat het geheim van dit team, dat je echt ook werkelijk als vrienden met elkaar in het veld staat? Ja, af en toe ben je ook wel harder naar elkaar denk ik, want er kan enorm gezeikt worden als het even niet lekker loopt. Maar ik denk qua band en qua inspelen op elkaar ben je zeker wel goed op elkaar ingespeeld. Die nederlaag van Duno afgelopen zaterdag, dat was al een hele grote verrassing. En welkome verrassing hè, voor jullie. Ja, op een gegeven moment kregen we natuurlijk een rode kaart te verduren. Dus toen werd het gewoon heel lastig voetballen. Maar ik vind dat we ons daar nog redelijk goed uit hebben gered. Dus Ik heb het over die nederlaag van Duno D, waardoor jullie dus met 5-0 wonnen. Jullie wonnen met 5-0 en daardoor, hop, jullie over Duno heen en je staat helemaal 4 bovenaan kop. Ja, 4 puntjes los, dus dat is zeker lekker. Het had er wel meer kunnen zijn, maar wij hebben ook punten laten liggen. En dat gaan we nu niet meer proberen te doen natuurlijk. Okay. Hou het vast Wesley. Heel veel succes nog dit seizoen. Hè? Ja, dankjewel. Naast mij de volgende speler, Christian Huisman. Je hele leven lang al DVS'er? Ja, klopt. Ja. Ik ben in de F4 begonnen. Daarna meteen naar de F1 gegaan. En toen telkens in selectieteams gezeten. Wel in selectieteams steeds. Ook in de A1? A1 heb ik 1 jaar gezeten. Toen heb ik bewust de keuze gemaakt om terug te gaan naar de A2. Dat ik met mijn vrienden wou voetballen. Ja. En toen de overstap naar derde gemaakt. Daar zitten ook heel veel vrienden? Ja, dat is nog steeds hetzelfde team eigenlijk als in de A2. En voor jou is dat ook gewoon het geheim van dit team? Ja, we zijn een hechte groep met z'n allen. En ik denk dat dat ons heel sterk maakt. En verleden jaar was je ook natuurlijk eigenlijk wel zo'n beetje 80% deze groep. En die is toen gedegradeerd. Maar op een of andere manier zijn jullie nog dichter naar elkaar toe gegroeid? Of komt het gewoon door die twee trainers? Ja, die trainers, wat zal ik erover zeggen? Nee, we zijn vorig jaar hebben we er ook wel alles aan gedaan. En dit jaar merk je wel, je krijgt meer jongens terug van 2. Bijvoorbeeld Remco is erbij gekomen, dat scheelt ook een hele hoop voor ons. Dus ik denk dat ook een groot verschil is voor ons. Help me even, Remco? Remco van Rijn, die ook vroeger in het eerste heeft gespeeld. Dus ik denk dat dat ook een groot verschil maakt. En het niveau is natuurlijk iets lager, omdat je klasse hier laag gaat spelen. Maar ja, we zijn er wel altijd voor gegaan vorig jaar. Maar vorig jaar mocht het niet baat, helaas. En ik zie nu ook Sven Pul meetrainen, als ik het goed heb. Of zag ik het verkeerd? Ja, klopt. Om 23 heeft een wedstrijd. Dus dan sluiten de jongens die van 2 niet meedoen, sluiten bij ons aan. Ja, Sven Pul zegt, die gaat toch echt werkelijk van wisselspeler bij het eerste afgelopen zaterdag. Hier bij het derde gewoon meetrainen. Ja, een manetje van alles. Ja, klopt, ja.
Nou ja, voor de jongen kan hij weer wat leren bij ons, hè? Ja, zo is dat. Hey, die nederlaag van Dunodé afgelopen zaterdag, dat kost jullie natuurlijk een krat bier naar de Bataven toe, hè? Oh ja, dat zullen we nog wel eens zien. Eerst wij zelf kampioen worden en dan kunnen we altijd nog een kratje bier opsturen. Ik volg jullie wel, want ik dacht ook, die wedstrijd tegen Dunodé, dat ging even een beetje mis, hè? De 6-4, rode kaart en zo. Ja, klopt, ja. Ik dacht even dat ik de keeper was. Ook al kan ik dat wel heel goed, maar ik kreeg helaas een rode kaart omdat ik de bal van de lijn haalde. Dus ja, dat was jammer. Maar we hebben geluk gehad zaterdag dat ze punten hebben laten liggen. En staan we nu weer 4 punten los. Dus moet goed komen. Helemaal top. Dat moet inderdaad gewoon goed komen. Ja, klopt. Ik heb alle vertrouwen in en ik weet zeker dat we dat gaan halen. Volgens mij wordt het een enorm feest als jullie dat halen. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, dat gaan we een klein feestje bouwen. Ik gaf je te vroeg een hand, maar ik wil je alsnog een hand geven en heel veel succes. Dank u wel. Naast mij een van de trainers van het derde elftal van DVS 33, André Dul. De andere trainer is Jos Dekker, maar André heeft verleden jaar natuurlijk ook het hele seizoen meegemaakt. En wat een verschil, André, met dit seizoen. Ja, maar als je al start vorig jaar met de keuze of je überhaupt wel een derde elftal hebt om te gaan voetballen, dan is je basis natuurlijk ook al heel lastig. We hadden heel weinig mensen in het tweede. We hadden eigenlijk maar 11-10 mensen in het derde. Door blessures in de keepers was ik uiteindelijk mijn keeper al meer dan een half jaar kwijt. Ja, we hebben zoveel wisselingen gehad van andere spelers. Gelukkig hebben heel veel elftallen ons geholpen. Even als voorbeeld, ik heb 39 andere spelers gebruikt dan uit mijn eigen elftal. Dus lager dan het derde in dit geval. En 9 verschillende keepers. En we hebben gelukkig dat hele seizoen doorgekomen. En de jongens hebben heel veel geleerd. We zijn jammer genoeg gedegradeerd. Maar we hebben heel veel geleerd. En dat lastige seizoen van verleden jaar. Daardoor hebben ze natuurlijk meer weerstand gekregen. En gaan ze dit seizoen natuurlijk als de speer. Ja, absoluut. Ze zijn echt in een jaar tijd zijn ze echt kerels geworden. Van echte aardjes die leuk de bal rondspelen. Weten ze nu wat ze moeten doen. En het zijn echte kereltjes geworden. Dat is echt zo. Vreselijk leuke groep, echte vriendengroep bij elkaar. Ja, echte vriendengroep. Er zijn jongens bij die denk ik al wel, wat is het, bijna 12, 13, 14 jaar bij elkaar zitten. En er zijn er wat bij, die hebben zelfs in de Bambino's toen ze 3,5 waren of 4 waren, al met elkaar gevoetbald en die voetballen nu weer bij elkaar. Ja, zo'n team is het wel. Ik vind het zo knap, want het zijn jongens die het net niet haalden. Net niet de selectie, net niet A1, dus in de A2. Maar toch het met elkaar kunnen opbrengen en dan gewoon nu helemaal bovenaan staan. Boven Dunodé 2, voor waar geen slechte tegenstander. Nee, zeker geen slechte tegenstander. Ik bedoel, zij zijn ook 2 jaar achter elkaar kampioen geworden. En wij zeiden ook al de eerste wedstrijd die we daar tegen gevoetbald hebben, zeiden we ook van als die geen kampioen worden, dan weten we het niet meer. Zo goed waren ze. Maar ik vind wel dat wij qua stabiliteit gewoon veel beter zijn. En ik bedoel, zij hebben heel veel wisselingen. En wij zijn echt een team. En dat is ook wel een van de dingen die ik belangrijk vind als je dit soort teams bent en het tweede van de derde, dan moet je ook een team zijn. Want je hebt zoveel wisselingen, anders kan je het niet overleven. Ja. En jullie hebben er denk ik heel veel plezier in om 2 keer per week s'avonds die trainingen te leiden. Want je hebt natuurlijk een gehoor van hier tot Tokio. Hè? Kijk hoeveel er zijn. Hè? Dus bijna niemand zegt af. Het is dat er iemand op school in Nijmegen zit die er niet is. Maar we hebben eigenlijk nooit geen afzeggingen. Eigenlijk is iedereen er altijd volle groep. Zowel op dinsdag als op donderdag. Nou, ja, dat is echt geweldig hoor. Door vriendschap sterk. De basis van het succes, André. Van het succes, absoluut. Absoluut. Heel veel succes de komende wedstrijden. Ja. En kampioen, jongen. Ja, dat gaan we zeker proberen. Dank je André, bedankt. Naast mij de andere trainer van het derde elftal. Het succesvolle derde elftal, mag ik wel zeggen. Ja, het gaat uitstekend eigenlijk dit seizoen. Voor het eerst bij de senioren en gelijk een mooi jaar. Waarin we wat anders zijn gaan werken. Een andere manier van gaan trainen zijn gaan hanteren. Op welke andere manier? Nou, ik heb vorig jaar TC2 gehaald en op die manier heb ik ook periodisering proberen toe te passen. Ook op basis van trainingen en dat door te voeren naar de training op de dinsdag, waar we heel veel conditionele prikkels doen. En dat vertaalt naar de wedstrijden toe, waarin we zien dat we duidelijk wat fitter aan het worden zijn. Dat is leuk om te zien. Wat een heerlijkheid. Ja. En dan ook nog een groep van maken. Dat is toch een mooie uitdaging voor een trainer.
Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat deze groep wel heel erg hecht met elkaar al is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook voor het eerst erbij ben gekomen, maar eigenlijk ook vanaf het moment opgenomen ben in de groep. Je merkt dat ze echt heel erg gefocust zijn om iets te bereiken. En dat is wel mooi om te zien. En dan hoef je als trainer niet zoveel te doen. Hè? Heel erg mooi. Ik denk dat jij ook wel diverse jongens nog kent van, de jeugd. Want jij bent natuurlijk jarenlang ook jeugdtrainer geweest hier bij DVS. Dit is mijn 8e seizoen, ja. Bij DVS. Ik heb 7 jaar jeugd gedaan. En nu dan de overstap naar senioren. En dat bevalt uitstekend, moet ik zeggen. Ja, en dan... inderdaad, klopt. Ik heb een aantal jongens ook in de jeugd gehad, ja. Ja. Dat is fantastisch om mee te werken natuurlijk. Want je kent ze door en door. Heb je nou ook wel echt gesprekken die ertoe doen met dit soort figuren? Ja, dit zijn hele leuke jongens waar je ook normale gesprekken buiten het voetbal mee kunt hebben. En ze zijn gewoon, het is gewoon net wat ik zeg, een hele hechte groep die bezig is met elkaar. En ook leuke dingen doen met elkaar. En daar worden wij als staf ook bij betrokken. En dat is alleen maar leuk om te zien. En dat maakt het trainen alleen nog maar interessanter natuurlijk en leuker. Ik vind het zo knap van die jongens dat het is natuurlijk net niet groep. Die halen net de selecties niet. Het tweede, het eerste, dat bedoel ik dus eigenlijk. En dan denk ik dat ze juist met elkaar, door een team te zijn, eigenlijk heel sterk worden. Klopt dat? Ja, dat klopt. En ik moet ook eerlijk zeggen, qua trainingsopkomsten en beleving op de training, ja, daar kan ik eigenlijk niks van zeggen. Ik bedoel, ze zijn er altijd en er moeten echt uitzonderingen zijn dat de jongens er niet zijn. En dat is alleen, dat vind ik al mooi, omdat als je op die, inderdaad wat jij zegt, net het eerste niet gaat halen of het tweede niet gaat halen. Maar toch voor jezelf die effort erin stopt om te groeien. Ja, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Dus ik hou jullie natuurlijk hartstikke goed in de gaten. En ik zie dat je gewoon helemaal bovenaan staat. En dat Duno deed zomaar afgelopen zaterdag punten liet liggen tegen de Bataven. Ja, dat was heel verrassend ook voor ons, ja. We hoorden het gelukkig al voor de wedstrijd. Alleen dan is het wel weer lastig om dan weer de focus erop te houden. Maar ook dat hebben ze uitstekend gedaan. Tegen tegenstander die heel defensief voetbalden. Nou, we hebben de rust bewaard en uiteindelijk ook de punten binnengehaald. En dat is dan mooi, hè? Ben jij trainer van het derde elftal, maar je bent ook nog vader van Lars Dekker. Ja, dat is mijn zoon, ja. Dat klopt, ja. En die zit er een beetje aan te komen, hè? Beetje veel? Ja, ik zie hem te weinig voetballen, omdat ik natuurlijk zelf heel vaak met de derde op de tijdstippen dat hij voetbalt. Maar ik zie dat hij steeds meer die stap begint te maken. En ik ben al ontzettend trots op hem, want het eerste jaar senior en dan zo'n stap maken en dan op dit niveau. Ja, als vader ben je trots natuurlijk. Dat is mooi om te zien. Ja. Maar je bent het meest trots natuurlijk gewoon even op dit team. En daar ga je gewoon hele mooie dingen mee doen en mee afsluiten dit seizoen. We gaan er helemaal voor, Piet. En we willen graag het kampioenschap halen. Dat is ook goed voor DVS, denk ik. Want we horen op dat niveau thuis. Eerste klas, reserve, eerste klas. En daar gaan we voor. En dat ziet er goed uit. Wensen we je namens de DVS-TV en alle supporters heel veel succes mee, Jos. En bedankt. Hè.